Hey, Bart Valkenier hier van MaakIetsMedia.nl en welkom bij deze Word-training. In deze video kop- en voettekst. Ah, elke pagina heeft die. Je ziet het niet, maar even dubbel klikken en bam, maak hele vette mooie kop- en voetteksten. Check de hele training op media.nl slash word. right, kop en voettekst. En stiekem ook bladzijmers. <laughs> Hoe pak je dat aan? Nou, ik heb hier een verslag over kwallen. Geschreven door Chat Tipiti. Dus uh, ik heb daar ontzettend mijn best op gedaan. Maar hé, hey, ik heb gewoon tekst. En wat ik ook heb, is een automatische inhoudsopgave. Hoppakee, je gaat naar klokkenlaar en ja, als je wil weten hoe je dat maakt, kijk het filmpje over automatische inhoudsopgave. Maar kop en voettekst, wat is dat nou? Kop zit bovenaan de pagina, voet zit ha, onderaan de pagina. Maar hoe kom je daar nou eigenlijk? Dubbelklik. Dus als ik dubbelklik boven of onderaan de pagina, dan kom je daar. Dus ik hier, klik de klik en dan kom ik hier in mijn kop- en voettekstmodus. De rest is allemaal een beetje lichtgrijs uitgegreid, zeg maar. En dat is gewoon zoals het is, want ik kan er ook niet meer eh, niks, niks in bewerken. Lala, want ik zit nu gewoon in de koptekst- en voettekstmodus. Wil je daar weer uit? Heel simpel, gewoon dubbelklik en ik zit er weer uit. En dan kan ik dus weer met de gewone rest van het verslag bezig. Nou, dus dubbelklik onderaan of bovenaan de pagina kom ik in mijn koptekst en voettekst. Um, en dan krijg je hier ook gelijk een kop- en voettekstmenu in het lint met de wereld aan instellingen. Um, veel te ver voert dat om er nu gelijk over te hebben. Ik laat je gewoon vooral zien hoe ik het normaal gesproken aanpak. Dus ik ga bijvoorbeeld hier even staan met mijn muiskursor en dan ga ik eventjes eerst een paginanummer invoegen. Dat doe ik uh, onderaan de pagina. Kies ik en dan doe ik altijd gewoon simpel alleen het nummertje. En dan typ ik hier blz. Punt. En dan heb ik hier dus de bladzijndummer te pakken. En dan typ ik hier mijn zelfgeschreven geschreven Wallenverslag, zelf geschreven. Dus, hè? Hm. Nou, dan kan je hier dus uh, dubbelklikken weer eruit. En dan zie je dus dat die tekst hier op elke bladzijde dus staat. Um, niet op de eerste bladzijde trouwens. Nou, um, hoe werkt dat dan? Heel simpel. Ik ga weer even in de kop- en voettekstmodus. En hier vind je ook een uh, vinkje waarop je kan zeggen... hey, moet die eerste pagina afwijkend zijn? Ja of de nee? Dus als ik dat wil, dan krijg je hier zeg maar een eigen Kop- en voettekst. Meestal gebruik je dat niet, want dan zet je gewoon een mooie titel en een plaatje van je verslag in. En een, misschien een tekstvak met daar nog meer info, weet ik veel wat. Maar hier op die manier heb je dus een lege eerste pagina. En de rest dus kloppende bladzijnummers met een stukje tekst erin. Nou, wil je deze nog een beetje wat uitlijnen? Dat kan. Dan kun je hier gewoon een paar keer tap doen. En dan gaat hij wat meer naar de andere kant. En dan heb je dus op deze manier... Een voettekst gemaakt. Nou, als je dus een koptekst wilt doen, dan uh, gaat het op dezelfde manier. Koptekst. Zo. Huh. En dan komt die niet hier te staan, hier bovenaan. Waarom niet? Oh, weet je nog? Omdat we de eerste pagina afwijkend uh, hadden. Dus als ik bijvoorbeeld uh, hier zou typen. Typen. Nou, ik ga het niet doen, maar ik doe gewoon even wat tekst. Snap je wat er gebeurt? Dan laat hij dat dus een, op elke bladzijde een koptekst zien. Kan je doen? Um, in dit, uh, zo, in dit geval wil ik dat niet. Dus dan haal ik het weer eventjes weg. Dames en heren, op die manier dus eigenlijk stiekem we hebben we ook bladzijnummers toegevoegd en een voettekst. En het ziet er gewoon professioneel uit. En dat levert jou extra punten op. Doei!